Je kunt niet in Amsterdam wonen zonder het Parool te lezen en vice versa. Het is de meest vrije, tolerante en ook culturele en sociale stad die ik ken. Ja, de enige stad waar ik zou willen wonen in Nederland, moet ik er wel even toevoegen. Achter mij staat een beeldje. Het beeldje heet het Lievertje. Een Amsterdam straatjongetje, altijd op zoek naar kattenkwaad, maar met een hartje van goud. En ja, ik vind eigenlijk Parool heeft ook die rol. Altijd op zoek naar kattenkwaad, maar toch met een hart van goud. Prachtige krant. En een krant die altijd erg voor de vrijheid is geweest. Een krant die het verzet hoog in haar vaandel heeft staan. Vrij onverveerd. Parool is een verzetskrant, is opgericht in de oorlog. Er zijn 80 mensen die in de oorlog hun leven hebben gegeven voor het Parool. En ik hou van die mentaliteit van het verzet. Verzet is mooi. Anders zijn kan alleen als je verzet pleegt. En dat vind ik nog steeds iets om ontzettend trots op te zijn. Dat zijn onze roots en dat moeten we ook nog steeds koesteren. En wij koesteren het vrije woord en de vrijheid van meningsuiting. Het gaat vanzelf vrij zijn. Je disciplineren is veel moeilijker. Je ziet het ook in de onderwerpen die wij behandelen in het Parool. Als wij boos zijn over een fietstunnel onder het Rijksmuseum en verontwaardigd zijn dat de coalitievorming in het stadsbestuur zo ontzettend lang duurt, dan laten wij dat blijken, wat we vinden. En in die zin zijn wij, denk ik en hoop ik, een stem van alle Amsterdammers. De man van de markt, de bakkersvrouw, de bakfietsmoeder uit Zuid, de dronken Brit op de Wallen. En op straat hoor je de praktijk, hoe het valt, hoe het werkt, waar mensen over klagen, waar ze blij van worden. Dat is de rol die het Parool op het lijf geschreven is. Ik ben Barbara van Beukering, hoofdredacteur van het Parool.